Hallo en welkom weer bij een nieuwe videoles van Verbeter. En deze keer gaan we kijken naar vraag 7 van het eindexamen Wiskunde A 2012 tijd vak 2. Speler 1 uit het spel hierboven heeft tijdens zijn tweede beurt een beurtscore van 0 punten. Bereken dat een speler die aan een beurt begint na 3 worpen eindigt met een beurtscore van 0 punten. Nou, dit is eigenlijk een redelijk makkelijk verdiende 3 punten lijkt mij. Want als je 0 punten gooit, dan heb je dus 3 worpen. Ik zet gewoon eventjes 3 x'en neer. Worp 1, worp 2 en worp 3. Worp 1 mag 2, 3, 4, 5, 6 zijn. Worp 2 mag 2, 3, 4, 5, 6 zijn. Maar worp 3 mag alleen maar een 1 zijn. Dus als we nu gaan kijken van wat is de kans die je hierop hebt. De kans dat je één van deze getallen hierboven gooit is 5 zesde. De kans dat je één van deze getallen hierboven gooit, want de dobbelsteen heeft 6 kanten, is weer 5 zesde. De kans dat je de laatste gooit is 1 zesde. Dus de totaalkans is dan 25216. Doe ik dat mooi uit mijn hoofd? 5 keer 5 is 25, 6 tot de derde is 216. Ja. En even kijken, ik ga ervan uit, jullie doen wiskunde A allemaal, dus laat ik het netjes doen. 5 zesde keer 5 zesde keer 1 zesde is 0,116. Is ook een geldig antwoord, maar als je het echt mooi wil doen, dan druk je op het knopje mat. Kies je frak, dan zet je hem om naar een breuk. Klik, klik. 25216. Heb ik het toch mooi berekend uit mijn hoofd. Mooi. Goed, ik ben Jan Willem van voorbeter.nl. Ik hoop dat jullie weer iets aan deze uitleg gehad hebben. In ieder geval wil ik jullie weer bedanken voor het kijken. En, nou ja, zou ik zeggen, kijk eens op www.freeacademy.nl voor de index van alle video's die ik ooit heb gemaakt. Er zitten ook specifieke stukjes uitleg in. Kijk eens op www.voorbeter.nl, zodat je nog even kunt kijken van, ah, misschien wil ik toch wel een herexamentraining. Of als je dit in 2014 kijkt, van, goh, waar kan ik nu terecht voor gewoon een aantal weken gewoon op het gemak gestructureerd goed voor mijn wiskunde-examen te leren? Allemaal mogelijk! Tot een volgende keer en ik hoop nog echt dat je hier iets aan hebt gehad en dat je een mooi hoog cijfer op je examen scoort.